Hey everyone, welcome to my first vlog. Ik ben Sandrine Mizero. I'm from Antwerp. And today I'm going to Brussels. Ik ga vandaag naar Brussel met haar. Paola Iradukunda. Queen P voor de vrienden. Ja, yeah, whatever. Haar Instagram en zo blijven er wel onder. Ik ga iedereen taggen, yeah. Toch? Ja, hè? Ik ben goed, hè? Ja, ik vind het. Ja. I will put her link in the description bottom. I will put her link in the description box. So whatever, we're going to Brussels. We don't know what we are doing yet. We weten nog niet wat we gaan doen, so we will see. Keep on watching. Zo, we zijn aangekomen in Brussel. Wat gaan we nu doen? We gaan nu eerst shoppen, we gaan eerst winkels bekijken. En dan... Because a girl needs some clothes. Ja, because I need some clothes. En dan... En dan ga ik... ik wil mijn neus piercen, maar I'm not sure. En misschien gaan ze dat meedoen. En dan gaan we eten, food, like always. So, okay. Stay okay, with us. Wat we allemaal hebben gedaan voor deze opname. Maar niet goed. C'est pas possible. Oké, okay, dus ja. Welcome okay. To Brussels. Welcome to Brussels. Hey. Oké, okay, kom. This way. That way. That way, that way. So yeah. Brussels, Brussels. Gang. Oké. Okay. Moet ik weg? Camera. Draaien. Een mooie plan, snap je? Ik ga een show in Brussel. Maar Nikke, je bent gek, je bent gek. Hey, die light skin was cute. Ja. Oké. Paula, we ain't got time. Ja, maar ik wil winkelen. Waar zijn die straat? Daar is die straat, I know. Waar zijn die straat? Waar zijn die straat? Maar Ali. Bon. So yeah. Welcome to my vlog. Ik zal mijn was. Hey, Giri, Giri, Dus er zijn zoveel mensen, in de winkels dat we eigenlijk zelfs nog niet hebben gekocht. Want die rijen zijn zo lang. Die rijen zijn zo lang dat wij niet durven te kopen. Wij durven echt niet te kopen. Oh my god. Dus we zijn nu in de mediamarkt, want Paula heeft zo een Bluetooth dingetje nodig voor in haar auto. Ja, whatever. Dus Paula heeft zo'n Bluetooth dingetje nodig, dus wij zoeken nu een medewerker die ons kan helpen. Daar die man, weet jij niet. Ah, dat is een expresso. Deze mediamarkt is zo groot, ik kan dat niet begrijpen. Waar is technologie? Oh, Mikado. Nou. Ja, dus ja. Wij zoeken nog steeds die technologie. Hey, we zijn bij DVD's en zo. Hè. Ik weet dat ook niet, ik ben gewoon aan het rondwandelen. Dus we zijn aan het pauzeren. Alsof we al hebben geshopt of zo. Whatever. We hebben gewoon zin in something to drink. We thirsty. We going healthy. We don't do fast food. So, yeah, wij zijn ons leven beu, wij zijn ons leven echt beu, want help. We hebben geen kleren gekocht, geen mooie jongens. Jawel, er waren wel mooie jongens. Maar zij durft hij niet aan te spreken. Maar zij is niet gegaan, so whatever. Ja, maar jij durft hij niet aan te spreken, waarom moet je dat mij zeggen?
Ja. Bref, we got this. Dit is niet mijn stad, dit is niet mijn stad, man. Waarom laat je zo geheim? Like, show us. Hé, hey, die lighting hier is wel bad. Dat vu. Contour open. Bon. We hebben yeah. echt honger, man. We hebben honger. Gaan we onze neus nog kiezen of niet? Sowieso. Ja, hè. We gaan onze neus kiezen. We gaan nu honger. Ja, we gaan nu. Ja, we gaan nu. Yeah. Na deze milkshake. Na deze milkshake. Nee, tijdens deze milkshake. Tijdens deze milkshake gaan we. Wat is dat? Correct yourself, honey. Gee. Bon, whatever. We got this. We got this, we got this. We're doing healthy. We're doing healthy. Wauw! Mensen duwen mij zomaar. Ready to fight the bitch. Sippende, maar ik drink mijn thee. Maar ik ben mooi met iets. Welke lijn was dat? Bon. Next. Moment van de waarheid. Nee. Ik denk dat mijn hand is aan het trillen. Dat gaat niet. Ach, het geeft zoveel stress. Dat is een man die heeft ons gewoon zo promotie. Nee. Wie is dat? Oké. So we did it. And I forgot to film everything. Ik ben alles vergeten te filmen, maar we hebben het gedaan. Paula? Hey, puut aan de echt ben. Mijn handen zijn nog aan het trillen, alles. We cute, we cute. En ik ben, I'm shaking, a bitch is shaking. Moet je mama daar? Nee. Broer. So we did it. We did it. Zal zeggen, aan drie is slechte invloed. R.I.P. Wow. Hey, Pieter. Ik heb terug een neuspiercing. Yes, echt. Dat is echt raar. Wow. Yeah. Hebben we dat nu echt gedaan? Hoe deed ik? Dus we hebben onze neus laten piercen. Ik ga dood. Ja, Paula is nog steeds in shock. Nee, maar nee, ze gaat dood. Haar mama weet dat niet juist. That's the reason why. Oké, en nu gaan we gewoon naar het station. We hebben eten nodig. Het enige wat we hebben gekocht eigenlijk is snoep. En onze neus laten piercen. En deze zonnebril. Some cute sunglasses. Oh, pretend is a bitty. Ja, we gaan nu naar station. Station, station, station. So, right now, zijn we in de andere Brussel. Deze Brussel is dangerous. This Brussel is dangerous. Don't ever come here. Don't ever come here alone. Nope. You might die. You might die. So yeah, now we're looking for somewhere to eat. We zoeken iets om te eten. Because the bitches are hungry. We are hungry and we want some snacks, some food. And maybe also some cocktails. With another cock. The bitch is crazy. The bitch is crazy. So yeah, now... Ik ruik het! Ja, je zou het niet eten. Whatever. Ja, we zijn te mooi om te eten. Beige. Who do you think you are? So. Next. Dus... We found food. So right now... We're gonna go eat. We're gonna go chop this chick. Next.
pensando contigo é não vamos parar. Cê vai aguentar. Não vamos parar. Cê vai aguentar. Yeah, throw it back on me and Zach. Dat het officieel is, dat ze zien dat het officieel is, officieel is.